En we zijn op dit moment, nu jullie dit opnemen, 7 augustus. We zijn hier live in Valkenburg op de Radio NL Tour. Ja, het is fantastisch gewoon, de sfeer is goed. Het weer is mooi, dat kan gewoon niet beter. Maar hoor je in een zomerperiode juist niet vakantie te vieren? Ja, kijk, een normaal mens doet het wel. Maar het is toch voor, als je artiest bent, het gaat in de zomer toch wel extra door natuurlijk. Er zijn meerdere optredens. Je hebt de campings, de braderieën, de markten, alles gewoon. Iedereen viert feest, iedereen, ja. En dan moet je gewoon bij zijn, zo simpel is dat. Je mocht zelf kiezen bij NL waar je naartoe wou. Dat was Twello, Workum, Rode of Valkenburg. Nou, in Twello kennen ze mij wel, in Rode kennen ze wel en in Makkum ook wel. Ik zei, stuur mij maar naar Valkenburg. Het is natuurlijk, je bent in het zuiden van het land. Het is een grote publiek. Het zijn allemaal toeristen, ze komen overal uit heel Nederland. En daarbuiten natuurlijk komen ze vandaan. En ik heb zoiets van, ja, je bent op een nieuw adres. Het zal denk ik nooit verkeerd zijn voor je carrière, je weet maar nooit. Ja, want waar komen de meeste reacties vandaan als je kijkt naar je fans? Ja, dat begint nou toch wel, hoe moet ik dat zeggen? Dat begint nou toch wel landelijke proporties te krijgen, om het zo te zeggen. Nou ja, ik ben nou benaderd door Captain Rob Records, de heer Rob Peters. En die is onder andere van Frans Duitsers. Die heeft contact met me opgenomen. En die heeft tegen mij gezegd, hij zei, we kunnen jou geen garanties geven. Want het is momenteel een hele harde business in de Nederlandstalige muziek. Maar hij zei, we vinden jou wel de moeite waard om het mee gaan te proberen. Dus zo zijn we samenwerking aangegaan. En tot nu toe gaat het hartstikke leuk. Ja, je komt op leuke dingen te staan en ze doen het allemaal toch wel voor je. Daar ben ik ontzettend blij mee. Waar staat Lietse Hill over een jaar? Weet ik niet. Ik heb je net al gezegd, een bepaald succes kan je niet nastreven. Het overkomt je of het overkomt je niet.